vind het heel indrukwekkend. Nou, ik vind het helemaal geweldig. Een heel innovatieve vleugel gewoon. Dit geeft mij een warm gevoel. Wij openen vanmiddag de nieuwe vleugel voor techniek en interieur. Vleugel laat zien dat techniek niet per definitie vies is, maar juist schoon, spannend en aantrekkelijk. En daarnaast is het bijzonder om te zien hoe het Alfa werk maakt van multidisciplinair en multilevel onderwijs. En dat ding, dat rijdt. Als we als techniekonderwijs ons niet goed voorbereiden op hoe techniek en het werken in de techniek er over 10 jaar uitziet, dan doen we het niet goed. En eigenlijk proberen we een stap vooruit te lopen op de ontwikkeling in de techniek zoals wij die zien. Koppelen van opleidingen, innovatie in de opleidingen brengen. Nou, dat kan hier allemaal. Het is ontzettend modern, netjes, schoon. En je ziet dat er heel specifiek wordt gericht op de vakgebieden. Het is een hele mooie ontmoetingsplaats voor nieuwe creatieve ideeën en concepten. En de mogelijkheid om nieuwe technieken te testen. Dus nee, hartstikke positief. Hele kleine puntje. Hier zitten de mensen die wat meer in de praktijk gericht opgeleid worden. En dat is natuurlijk waar ons Bouw Nederland op zit te wachten. En het Alfa College gaat wel mee met de techniek. En met de techniek meegaan is de toekomst. En in het werkveld merk je dat heel veel vergrijzing is. Dus we zien nog niet heel veel jongeren. En we hopen dat we ze snel gaan zien. Ik ben heel erg blij dat onze docenten en de medewerkers en de studenten vandaag het gebouw hebben kunnen laten zien. Want het is ook mooi om te zien hoe trots ze daarop zijn. En het is heel erg mooi als je een student hoort vertellen hoe snel hij hier leert en hoe fijn het is om hier te zijn.